Goedendag, een enkeling heeft hem toch nog gespot gisteren. De zon, zoals hier in Zeeland, waar die zich nog heel even liet zien. Maar in de rest van het land was het nogal een grijze bedoeling. En dat krijgen we vandaag eigenlijk ook weer. Want het wordt een bewolkte dag vandaag en er gaat van tijd tot tijd wat regen vallen. Ik kan af en toe wel even flink doorplensen, maar over het algemeen is het wat lichte regen, motregen. Ik denk dat het in de loop van de middag ook wel even wat droger wordt. Maar daarna liggen er alweer nieuwe storingen op ons te wachten. Dus over het algemeen een grijze en natte dag vandaag. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar met middagtemperaturen van een graad of 7. Maar het gaat dan wel weer hard waaien. In het binnenland valt het nog wel mee, daar is de wind matig. Maar vooral aan zee vrij krachtig tot krachtig. En in de avond kunnen daarbij ook nog zware windstoten voorkomen. Nou, zo onstuimig lijkt het de rest van de week niet meer te worden. Wel buiig. Zowel maandag als dinsdag als woensdag komen er allerlei storingen langs. En omdat dan ook de temperatuur inmiddels weer wat is gedaald, kan daar ook wat winterse neerslag bij zitten. Tussendoor ook wel droge momenten met misschien af en toe een klein streepje zon. Maar over het algemeen lijkt de komende week wisselvallig het codewoord te zijn.